Al je pinbetalingen of je overboekingen in de handen van de grote dataverzamelaars zoals Google of Amazon. Dat is waar veel mensen bang voor zijn nu de nieuwe Europese betaalwet eraan zit te komen. Maar wat mag wel en wat mag niet? Wij bij RTL Z zetten alle feiten en fabels op een rij. Van de naam word je in ieder geval niet veel wijzer. De nieuwe Europese betaalwet heet namelijk PSD2, kort voor Payment Services Directive 2, een hele mond vol. Die nieuwe wet die verplicht banken om rekeninggegevens van klanten te delen met anderen, mits je daar toestemming voor hebt gegeven. Te delen met niet-banken dus. Het idee erachter is dat er meer innovatie en concurrentie komt in de betaalsector, ten gunste van de consument. En daar zitten vooral fintechbedrijven om te springen. Ze willen maar wat graag aan de slag met jouw financiële data. Ze kunnen dan bijvoorbeeld een app maken waarmee ze je besparingstips geven op basis van jouw bankafschrijvingen. En een hypotheekverstrekker kan veel sneller jouw bankgegevens scannen, zodat hij al heel snel kan zien wat je kan lenen voor een huis. En webwinkels zoals Bol.com zouden jou, als je iets koopt, kunnen vragen of ze dat bedrag direct van je rekening mogen afschrijven. Zonder tussenkomst van een IDEAL bijvoorbeeld. Ook dat kan heel handig zijn. Maar er is ook veel angst over die nieuwe betaalwet. Bijvoorbeeld dat al je betaalgegevens zomaar op straat komen te liggen. Nou, dat klopt niet. Iedere keer als een derde partij jouw bankgegevens wil inzien, moeten die toestemming aan jou vragen. Voor ieder verzoek opnieuw. En ze moeten vooraf aangeven wat ze met je gegevens willen gaan doen. Als je goedkeuring geeft, dan kan die partij 90 dagen lang je bankrekening zien. Het gaat dan echt alleen om inzicht in je betaalrekening. Dus bijvoorbeeld niet in je beleggingsrekening. Zeg je na een week tijd nou al, nou, ik vind het mooi geweest, dan kan je die goedkeuring ook direct weer intrekken. Of dat goed gaat, dat moet nog blijken als BST 2 is ingevoerd. Maar de toezichthouder moet die bedrijven daaraan gaan houden. Een andere angst dan dat banken jouw gegevens voor veel geld gaan doorverkopen aan anderen. Ook dat is niet waar. Banken mogen geen geld vragen voor jouw gegevens. Maar zo'n derde partij, een fintechbedrijf of een Google, zou dat bijvoorbeeld wel kunnen doen. Tenminste, als ze dat vooraf bij je hebben aangekondigd. Nou is het risico dat zo'n partij je tienduizenden woorden aan algemene voorwaarden stuurt. Met dan ergens verstopte tekst. Oh ja, we verkopen je gegevens door. Toezichthouder AFM heeft eerder ook al gezegd dat ze daar bang voor zijn. Dat betaalgegevens misbruikt zullen worden. Maar dat is volgens de Betaalvereniging Nederland niet de bedoeling. Een fintechbedrijf moet op een heldere en simpele manier aan je vertellen wat ze met je gegevens van plan zijn. En dat moet de autoriteit persoonsgegevens gaan controleren. Of dat toezicht ook zo scherp gaat plaatsvinden, dat moet nog blijken. PSD 2 zou op 13 januari moeten zijn ingevoerd in de wet. Maar Nederland heeft al gezegd dat ze dat niet gaan halen. Dat gaat pas in het voorjaar gebeuren. En ook dan pas is te zien of deze nieuwe wet ook echt in het voordeel is van de consument.